Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer hebben we het over de reeks van de halve finale event. Ik ben zoals altijd met mijn geweldige juryleden hier links van mij, Tim Beumers. Ik ben zo blij dat hij terug is. Hiernaast is daar hebben we Kibo. Excellent. En de battle waar we het op dit moment over gaan hebben is de battle tussen Venom Music en El Carbides. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar Foe die net terug is gekomen in en nu als jurylid. Wat vond je van deze battle? Ik vond het lachen, man. Ja? Ja, ik heb genoten. Waar heb je precies van genoten? Vooraf weet je eigenlijk niet wat je bij zo'n battle moet verwachten. Nee. Dus het kan echt, ja, echt zwaar tegenvallen, omdat ze allebei gewoon echt gaan kunnen komen. Maar ze hebben me beide gewoon positief verrast. En ja, vooral Carbides, dat was altijd al lachen. Vaak was het lachen omdat het niet leuk was. Maar nu, er zaten ook gewoon echt grappige dingen tussen. In zijn eerste ronde had hij dat Wenna, Frenna, dat hij met Eike aan het bellen was. Die scheme en Mitchell zijn Mogol of zo in plaats van iets anders, ik weet het niet meer. Maar dat was grappig. Op een gegeven moment aan het einde ging hij met de Tingo Squad, dat filmpje. Yeah. En hij sloot af met je bitch vier ballen op haar hoofd als Audi logo of zo. Yeah. Ja, hij had gewoon leuke bars ertussen zitten. Okay. Wenna had iets met smelkarbijs, helkarbijs. En je paspoort is zo fake, zelfs op je verjaardag ben je nog niet jarig of zo. Ja, ja, ja. Ook gewoon bars. En vooral Wenna's tweede en derde ronde vond ik hem een stuk technischer komen dan in zijn eerste. Heb ik staan, wat heb ik verder nog staan? Ja, waar ik echt stuk om ging, dat elke wijze zei, dit is wat je krijgt als je Kimbo Slice bestelt via AliExpress. Ja, 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 ja. Dus deze battle qua comedy was gewoon een hoog niveau, okay, maar er zaten ook echt gewoon bars tussen. Dus positief verrast, man. Oké, okay, dus veel comedy, maar ook gewoon... Ja, veel comedy, maar gewoon mix met... Punch. Kijk, het was niet echt... Alle bars die zijn genoemd waren ook niet allemaal van dusdanig hoog niveau, maar... Misschien dat je lage verwachtingen had, wat dan ook. Gewoon, het sloeg gewoon aan en het was gewoon voor wat zij deden. Sloot het gewoon aan op, ja, op hun stijl. En daardoor was het misschien harder dan verwacht of zo. Maar ik heb echt genoten van deze battle. Oké, okay, duidelijk. Tim, jij hebt het heel vaak in judgments over de delivery van battelaars. En dat ze shit moeten brengen op een bepaalde manier met pauzes en dit en dat. Dat mensen kunnen lachen en zo. Heb je het gevoel dat dit een van de battles is wat jij bedoelt als het gaat om de delivery? Kijk, ik ben, als je terugkijkt naar alle judgment, over het algemeen een notoire laagcijfergever voor El Carbides. Mm-hmm. Het klinkt alsof er een maar komt. Alleen, synonieme! Nee, maar heel vaak, lekker hoor, heel vaak dan gaat het gewoon nergens heen. Je weet ook gewoon niet wat je kan verwachten. En hij zei zelf dit keer ook, kijk, je hebt dit, je hebt dat, ik heb charisma. Mm-hmm. Ja, weet je, alleen charisma alleen brengt je maakt nog geen noise boys. Ja. Maar, school referenties. Maar nu, nu was het eindelijk gewoon een soort van grappig een keer. Weet je, dat hij echt gewoon wel echt dingen zei. Weet je, soms lijkt het net of hij heel vaak echt alleen maar freestyle. Als hij al zo snel en praat, dan is het lastig. Maar nu, ja, had hij gewoon toffe dingen. Had dat stukje met dat pardon doe normaal. Dat hij een paar keer die Wenna dingen deed. En dat werkt gewoon niet voor hem. We hebben vandaag een paar keer meegezien dat mensen dat deden. Dat het hele publiek mee gaat schreeuwen. Alleen zijn uitvoering was nog steeds een soort van, net niet. Weet je, het werkte. Mensen wouden het meeschreeuwen omdat het gezellig was. Mm-hmm. Dat is wel een gezellige battle. Als El Carbides in dit geval iets doet, denk je van, ja, dit is gezellig. We hebben het leuk. Het is entertainment. Dat kan niet gewoon goed. Alleen dan waren die pardon doe normaal momenten net niet. Ik weet, die konden beter. De dingen die hij dan daadwerkelijk tussendoor zei, zeg maar, ja, die hadden dan net iets grappiger gekund. Ja, maar had bijvoorbeeld al een paar dingen dat hij zei van, jouw moeders favoriete merk is BMW. Brood met worst. Ja. Het slaat echt nergens op, maar het is fucking grappig. Ja, dat je denkt van, nou, wat gaat hij zeggen? En daadwerkelijk zei hij wat leuks. En hij zei, bij jou staat POB voor punchline onbeschikbaar. Even Timo weg zien streep. Maar dat is dan PO, maar dat is hij. En maar on en dan beschikbaar. Ja, onbeschikbaar zijn twee woorden. Vooruit in België misschien wel. Maar wat ik wel heel grappig vind, op een gegeven moment zegt hij van, had het over satisfied. Satisfied, like op Jackson 5. Ik dacht, zomaar rijm je er niet dubbel. Maar gewoon één bar, opeens. Gewoon helemaal uit het niks. Rijm je er niet opeens zwaar dubbel. En
Dat heeft Wenna ook. Wenna rijdt normaal nooit technisch. En nu ook de eerste ronde was echt typisch Wenna. Weet je, gewoon voor de battle heel het zo. Dit was elke wouter hier van Wenna. Ik denk, wat doe ik? Maar dat is gewoon zijn persoonlijkheid in de ring, weet je. Maar zijn eerste ronde was nog een soort van Wenna-ronde. Ik ruik bokoe! Gewoon lachen erop. Ja, ja, ja. Maar opeens de tweede ronde rijden bijna helemaal op honkbalknuppel. En ik denk van, hè? Gewoon honkbalknuppel. Denk je van, waar is Wenna? Wie is dit? Wie heeft deze man in de ring gezet? Oké. Maar je was super positief verrast eigenlijk over de technische skills die er ook bij kwamen. Ja, en opeens dat stukje over de moeder van Zwollenaar. Ik kreeg even wegstrepen. Dat ze een milf was en dat die ma opeens erbij kwam. En dat die met haar ging knuffelen en shit, maar Zwollenaar bij staat. En heel het publiek ging in een soort van chaos en thema. Die zit echt zo met je handen. Ik wou zeggen met je handen in je haar, maar. Ja, sorry. Niet mee. Maar hij had gewoon allemaal clevere dingen opeens. En denk ik van, hé, Wenna, lekker bezig, Pik. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb staan kijken naar de battle echt in een soort van slappe lach ding. Dat ik gewoon af en toe gewoon niet meer kon volgen wat er nou gezegd was. Omdat ik alleen maar keihard aan het lachen was. Kimo, was het voor jou ook zeg maar alleen maar grappen en grollen? Of had je zoiets van, ja, ik zag ook inderdaad de techniek erin. Deze mannen hebben een hele andere stijl. Weet je, Wenna neemt zichzelf heel serieus. En elke bij is iets meer bedolliger. Maar beide maken er echt een show van. Weet je? En dat was deze battle. Het was show. Ik heb even ook gelachen. Ik vind het ook absurd. Weet je, we hebben het vaker over gehad dat mensen zeg maar, hun moeder meenemen zonder zo'n battle. Maar dat die dan daadwerkelijk, want ze stond ook niet vooraan. Hij vroeg ook echt letterlijk van, hey, waar is je moeder? Nee, Zwollenaar, je moeder is een milf of zo. En dus ik zie Zwollenaar gewoon zijn moeder roepen. Hij liep bij ik kom van Bob, ja, en die baan keek gewoon zo, ja, moet ik komen? Oké. En dan ik moet je moeder ook niet. Geen interesting shit, weet je. Alleen mijn poncho. Ik had gehoopt dat hij dit ter plekke gewoon dat leuk. Besef, had gewoon die man pakken, gewoon even een kleine dagger sessie moeten gooien. Gewoon dat gewoon afgepakt. DJ, maar met die honkbalknuppel, hij zegt iets van je hebt het IQ van een honkbalknuppel, dat rijmt inderdaad lekker. En Wenna heeft ook tussendoor dat hij zegt, huh? Huh? Weer, dit zegt hij net tussendoor, dat komt soms ook ongeveer lichamelijk over. Ik vond die line over een soort gunline van elke wijnschap. Dus ik heb twee guns. Yeah. Eentje heet Blakka, die andere Tata. En dan komt hij opeens met Platata. Ja. Platata. Dat was een opbouw naar die van de dingo. Was het van build-up, set-up daar naartoe. Hoe hij dat doet, weet je, dat is gewoon grappig. Dat kan ook alleen hij, zeg maar iemand anders die dat doet, zou misschien weer minder grappig zijn. De meeste dingen wat ik heb opgeschreven, heb ik inderdaad allemaal weggeschreven met onze grote kale vriend. Zijn vrienden. El Kabai zat ook, als je een watertje voor mij geschonken. Nee man, sorry. Zijn goede vrienden. We hadden ook een lijn van, in België hebben we Jean-Claude van Damme. Jean-Claude van Damme. Dat is wel grappig. Dus ik vond het een entertainende battle. Het was een leuke battle om te zien, het publiek genoten. Het was niet lyrisch het meest hoogstaande metaltje van de avond, weet je. Op Miracle. Het is geen Miracle Kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen, want de battle begon zelf ook best wel heel chaotisch. Want El Kabai begon, maar uiteindelijk stond dan Pop Bjorn tegenover hem. Ik kijk boven, ik pak iets, ik kijk op, ik denk, hè? En dus zeg maar met de moeder van de Zwollenaar volgens mij ook die naar binnen kwam. Tjalla kwam er ook nog in. Ja, hebben jullie niet zoiets van, ja, Tjalla, de gezellig en dat was echt... Hebben jullie niet wel zoiets van, oké, zoveel chaos kan zo'n battle misschien wel juist kwaad doen in plaats van goed? Zoveel bij deze gasten past het er wel bij. Of het hoort gewoon een soort van bij hun ofzo. Ja, als deze aspecten niet waren, zou je soms alsnog moeite hebben met het volgen. Dus ik denk, het geeft een leuke toevoeging bij deze. Het was toch al kut. Nee, niet kut, maar soms versta je er gewoon helemaal niet bij Kabai's of zo. Maar nu had het wel iets extra's. Het is gewoon kenmerkend voor het voor iets extra gezelligheid of zo. Oké, maar jullie hebben er zelf niet echt een gevoel bij gehad van, ah, dit was te chaotisch voor... Oké. Tof. Nou, ik ben dan eigenlijk heel benieuwd hoe ongeotisch jullie cijfers dan ook zijn. Laten we bij Kimo beginnen. Ja, goeie hè, die bruggetje. Trouwens, ik kan deze cijfers... Wacht. Was het
Ja, deze boys hebben 100 euro op die battle gezet, man, G. Hebben ze 100 euro? Hoorde, is dat jullie niet, hebben jullie dat niet meegekregen? Nee, nee. Nee, dat hoorde ik toen wel even, man. Want ik hoorde, ja, ze kwamen na die battle, kwam voor mij kapijs naar me toe van, ja, maar wie heeft gewonnen, want ik wil mijn 100 euro. Volgens mij. Dus, dus hij vond al dat hij had gewonnen? Want ja, hij had gewoon weten. Ja, er staat wel 100 euro op het spel. Okay. Nou, ik ben benieuwd wie... Oh, nou, laat me dan maar even mijn cijfers aanpassen. Wie zou de helft met mij delen? Doet Stef mee? Ik vond het een leuke battle. En dus ik ga ook weer een goed cijfer. Ik vind het verschil ook klein. Maar ik geef Benna een 7. En El Karbais een 7,25. Een 7,25. Een 7,2, laten we het gewoon. Nee, 25. Ja, eigenlijk gewoon. Oké, gewoon. Dames en heren, een precedent is geschept. Nee, 7,25, jij kan dat. Excellent. Ik moet zeggen dat ik van hun allebei hun beste performance heb gezien in Punch Out. Daarom zei ik, vandaag is de dag waarvan sommige MC's gewoon echt hun beste shit hebben laten zien. Gewoon. En ja, voor allebei deze battle. Ik heb de beste Wenna gezien in Punch Out en ik heb de beste El Karbais gezien in Punch Out. Dus okay, ik applaudisseer ze voor dat sowieso allebei. Zeker. Definitely. Ik ga ze allebei sowieso een goede cijfer geven, want ik heb showmanship gezien. Weet je, want we hebben top-tiers gezien die gewoon geen crowd-reactie kregen. Zelfs al in de finale rondes. En deze boys hebben gewoon voor mij om de 4 of 8 lijns een reactie gekregen. Allebei. Weet je? Maar om een lang verhaal kort te maken. Ja. Wenna 7,5. Ja man. En El Karbais. Ja, man. Dit is ook die battle. Ja. Dat zeg maar alle keren dat jij zegt, ja, El Karbais, ik zweer het, zit er wel in. Maar dat ik eindelijk een keer kan zeggen, ik zei het toch! Ik zei het toch! Als je die battle terugkijkt, elke 4 bars had deze man crowdreactie. Ja. Dat moet ik wel weten. Moet een beetje. Kijk, ik kan niet liegen, ik heb gelachen. Battle vooraf doen, maar El Karbais, take this, weet je. Sowieso, eigenlijk die man is seizoen 1 zit deze man in de mars. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook in best wel... Dat hij dat faux meenoemt, dat zat hij al erin in best wel het slicer was, ja, wat El Karbais ook in mars had. Ik heb ook wat dingen gezegd, zeg maar, in filmpjes over El Karbais en wat ik van hem vond. En ik had dus een 7 voor El Karbais en voor Wenna had ik een 7,4. Oké, dus Wenna is voor jou toch net... Ik vond Wenna iets beter, ja. Ik vond Wenna qua performance beter, maar El Karbais qua originaliteit van zijn bars. Wat beter is. Het is niet zo nek aan nek. Je kan gewoon je cijfers erbij zeggen. Ja, jouw cijfers. Nee, ik vond Wenna een 7 en El Karbais 7,3. 7,3. Oké, duidelijk. Ik ga even dit uitrekenen en ik ben zo terug met de gemiddelde eindcijfers. Terwijl mijn juryleden lekker door blijven praten, kom ik even terug met de heerlijke eindcijfers. Wenna Music is namelijk geëindigd op een 7,2 en El Karbais op een 7,4. Natuurlijk beslissen niet alleen deze juryleden, maar ook jij hebt mogen beslissen via jouw stem wie jij beter vond. Als je naar panchabattles.nl gaat, zie je wie uiteindelijk de winnaar is geworden van deze battle. Ik bedank mijn juryleden Tim Beumers, gastjurylid Fo. Kimo en Excellent. Mijn naam is Demo en ik zie jullie bij de volgende aflevering van Punch Out Battles. Punch Out Battles. Punch Out. Ik ben Punch Out.